het wordt donker. Oh, inkomsten van de bio. Ja hoor. En daar hebben we weer licht. Het is 8:30. Mooie tijd om even te kijken hoe het zit met de dieren. Of het ook werkt, wat we dachten. Ja hoor, 65 eieren. Oh, dat werkt dus. En de koeien hebben nou 2700 liter melk. Kijk eens aan. En nog geen producten om zorg om te maken. Het is allemaal nog vol op in het groen. Dus dat werkt. Dat werkt dus. Nou. Dan liggen toch al die eenden. Ja. Even kijken hoe het zit met eventueel een update. Even de volgende keer een update erop zit. Ja. Dan even weer testen of het wel of niet werkt. Ja, dat kan. Dat is eigenlijk het idee van mij. Ja.
Nou, oude drive is volop in werking. Mooi zo. Ja hoor. De een gaat daar naartoe, de ander rijdt daar naartoe. Nou ja, je hebt natuurlijk al die producten die al verschillende locaties moeten. Ja. Dus is er eentje onderweg naar de restaurant en de ander is onderweg naar Southampton Applebee's. Ja. Ik denk dat de ene is al aangekomen. En die andere is nog wel even bezig. Kijk, en die ben ik hier alvast. Aan het lossen. Ja, je moet even op lossen zetten natuurlijk. Oh ja. Hij staat keurig op de... Wat zijn we aan? Opletten rond je oren. Maar vooruit. Ja. Komt best goed hoor. Ja. Even de trailer precies door de trekker zetten. Dan lost hij ze wel weer. Hè? Hopla, weer een beetje. Yep. En nog een paar paletten. Mm-hmm. Lekker door zo dus. Ja, ja, ja. Ja. Ik denk dat hij leeg is. Ja, die is leeg. Dan kan die weer terug. Terug. Hopla, de hard plan, rijden met de vehicle. Nou, daar gaat hij weer. Ik ben wel 30 even aan het opploegen voor naar Hooi. Oh, oké. Okay. Dat hebben we ook nodig. Ja. Mooi. Ah, mooi hè, mooi. Hoi. Moet ik wat bij helpen of... Hè? Moet ik wat bij helpen daar of gaat het allemaal naar wens? Nou, dat gaat wel hoor. Oké. Okay. Ik denk dat ik alvast een suikerrietmachine huur. Ja. Even kijken. Dat zijn de deze. Nu dat is de bek ervoor. Suiker. Riet. Even kijken. Deze bek moet ik hebben. Dat is die. Huren. Ja. Oké. Okay. En dan de machine. Huren. Ja. Oké. Okay. Allee. Toch wel wat hier en daar vertraging op dat lijntje hoor. Ja. Maar het lukt wel. Dat is hoofdzakelijk hier nog steeds bij die fruitteelt. Ja. Waar ik nog steeds toch wel wat mijn zorgen voor heb van nou. Maar nu ook, dan loop ik een bepaalde kant op en dan heb ik mijn muis al gedraaid en dan gaat hij de andere kant op. Nou. Ja,
dat is niet helemaal wat het moet zijn. Maar goed. Nee. Kijk, die andere is er ook ondertussen. Dat is plaats veld 45. Zoeken we even veld 45. Die. En dan alvast maar rijden. Oh. Welke was het nou ook alweer? Met die twee dingetjes was het, hè? Hè? Sorry. Ja, ik zit even te kijken. Het is de... Die met het combantje er toch in het icoontje van onderen. Ja. Om het op veld te doen. Ja. En dan moet ik die opzetten op de... Even denken, hoor. Om te lossen. Is dan zeker silo. Ja, waar je naartoe wil rijden. Nou ja, voorlopig even silo boerderij dan. Ja. Zo. En dan doen we deze. Even kijken. Die. Even bos. En dan zetten we die aan. Zo. Die gaat nog wel fijn worden. Zo. Dan moet ik, wat goed is, zo in de... Ja hoor, hier heb ik de oogstmachine. Dan zullen we het nog een keertje proberen met die suikerrieten. Uitvouwen, jongen. Ja hoor. Laat maar zakken. En dan gaat hij. Mooi zo. En nou staat dat, nou zat de machine stil zeker. Welk? Wat staat er stil? Die oogstmachine? Nee, die is nu het hoogste. Ja. Hoe bedoel je? Nou, als je aan het lossen is, dan staat het toch zeker wel stil. Ja, ik ben benieuwd of wel zo de opslagmoment zeker. Ja. Even kijken, deze is nu het hoogste. Als hij zo vol zit, moet er dus die vrachtwagen gaan rijden. Ja. Ja, is dat wel te doen met die lengte van het veld? Ja, voor mannen dat moet het niet uitmaken. Nee, maar daar hadden we de vorige keer ook wat dol mee, hè? Ja, klopt. En nu staat hij dus vol. En nu staat hij op. Mining test. Dat klopt natuurlijk niet precies. Of daar is misschien wel een andere. Maar dat maakt niet uit. Maar gewoon die vrachtwagen doet het dus niet. Die ga ik even opzoeken. Raar. Ja, ik weet ook niet precies of ik dan een instelling fout of doe. Nee, dat raakt me niet. Tap ik gewoon even er naartoe. Kom ik vanzelf bij hem terecht. Ja. Hier heb ik hem.
Die staat op veld 45, dat is dat suikerriet. En dan staat hij op siloboerderij wat hij moet lossen. Ja. En verder staat er niks ingegeven. Dus het moet in theorie goed zijn. Ja. Nou, dan even handmatig. Dat is toch nog wel even een dingetje, denk ik. Ja, ja. Maar goed, ooit zal het beter. Ja, precies. Ja. Heb je heel lek of zo? Of, Ik heb alleen maar lek. Oh. Ik zit bij de tegen de 150 ms aan. Zo. Nou, ik sta hier dan met die vrachtwagen die pijp om te lossen. Je hebt een paar kilo ingegooid en hup, gaat die leiding omhoog. Ja. Maar ik heb hier ook best wel behoorlijk. Ik snap het helemaal niet, dat is die rode stopt met los. Ja. Heel vreemd. Ik wil even op de siloboerderij zetten, als je dat afscheelt. Dat het in de goede vrachtwagen hoort. Ja. Gaat hij zeker zelf lossen? Wat? Sorry. Gaat hij hem zelf lossen in die boerderij? Ja. Dat hoeft ook weer niet. Nee. Kijk, doe ik hem op uit nog. Nee. Goed verzinnen. Ja. Duw je vrachtwagen op zijn kant, joh. Oh. Voor mij is het sinds we die boomgaarden hebben. Ja. Ja, maar dan moet je hier toch geen 150 ms hebben. Nee. Dan toch die auto drive dat behoorlijk wat roepgeten voor je. Dat zou ik niet weten. Nee, ik ook niet. Ik doe het maar een gok. Ja. Uitmaken, maar ja, hij beschrijft ook wel heel de map, hè? Ja.
daarvoor hadden we het ook al. Nou ja, die lek die kwam natuurlijk van die fruitteelt af toen. Ja. Toen moeten we. Ja. Want daarvoor hadden we ook al die kassen helemaal vol staan. Ja. En daar hadden we helemaal geen dol mee. Nee. En dat zou dan nu wel zo zijn. Maakt het wel heel vreemd allemaal. Ja. Ik heb hier ook behoorlijk wat lek hoor. Het gemaaide loopt ook iets voor op mijn dossen. Oké. Okay. Maar ik wil weten of nu wel die vrachtwagen oppakt. Want ik ben nu straks best wel dichtbij met de voorbak. Goed, ze moeten het gewoon doen, maar ik kan geen route vinden. En welke is dat? Okay. Ja, die Oh, dat staat niet even zo snel. Nu ben ik echt zo wat op het eind van het veld. Ja. En ik zie een vrachtwagen bewegen. Oké. Okay. Ja, ja. Nou gaat hij het wel doen. Dat is mooi dan. Dat is dus toch met die afstand te maken. Ja, volgens mij ook, ja. Ja, maar daar komt hij om de hoek gezeild. Dat is een dode achtertje eigenlijk. Dan denk ik aan toch een triggerpunt in de lengte van het veld maken. Ja. Aan de zijkant. En kijken of ik dan wel het hele veld volhoud. Ja, kan je proberen. Anders zou ik het ook niet weten. Nee, ik weet het ook niet. Ja, dan draait hij er zo onder. En dan gaat hij lossen. Man, oh man, hoe is het mogelijk? Oh, dan rijdt hij zelfs voorbij. Oh, hoe net? Hij blijft doorrijden. Oh. Nou naartoe. Zat ik daar aan de zijkant van het veld te wachten? Of niet? Dat had ik niet gevraagd. Nou, even zo naartoe rijden dan. Weer staan, nou ja. Het is wel die containerauto, dus het is ook niet voor je voertuig ervoor. Nee, voor mij niet. Maar dat staat niet. Dan denk ik, als ik dat ding aan de kant zet, even lossen dan wel. Even kijken. Welk symbooltje was dat? Kiepertje. En dan. Hey. Wie is dat, die TGX? TGX? Ja, ik had een melding op scherm. Oh. Zie de boerderij rijden. Ja. Die start en die gaat dat goed dus lossen. En dan stopt hij daar dat goed is ook. Een trekker. Oh, dat was wel een leuke. Zo.
krijg je rode kiezen. Misschien dat het wel werkt. Achter een trekker. Het is gewoon testen. Ja, zeker. Alles is testen. Er staat hier rood, die kan wel. Wat is eigenlijk de mini of mining test? Is dat weet een, ik niet wat dat is. Oké. Okay. Ik denk dat dat gewoon een test is, want als je hem aanklikt, dan doet hij niks. Oké. Okay. Zieleboerderij. Nou. En dan die trekker dus laten rijden voor dat combine spul. Er komt ook weer een vrachtwagen in die kant op, volgens mij. Wat zei jij? De vrachtwagen komt ook weer in jouw kant op. Oh, dan gaat hij weer terug? Ja. En hier is net iets los, dat dus. Goed zo. Maar ja, dat is toch geen geld, 45 opgegeven. Oké, ja. Of hij gaat weer de andere kant op, dan weg. Jammer. Dan gaat hij eerst natuurlijk de veld 45 oprijden. Het stoppunt. En dan gaat hij door naar die openmachinepas. Dus even eens kijken hoe hij dat doet. Ja. Combine los. Kijken hoe hij het aanpakt. Dan komt hij erbij. Ja, los gaat aan en hij stopt. Ja, dit gaat goed. Dat is mooi. Achteruit. Dan zit hier dan niks leeg. Ja hoor. Dit gaat precies zo moe wezen. Grappig. Nou hoop dat hij de rest ook goed doet. Ja, dat zal best wel. Ja hoor.